Ik ben Hans van der Meer, documentair fotograaf. In het Stedelijk Museum laat ik Nederland uit voorraad leefbaar zien. Dat is een boek met foto's van middelgrote plaatsen in Nederland. Het is een poging om de dominante cultuur in Nederland in beeld te brengen en iets over de uitwisselbaarheid en de herkenbaarheid van dit soort plaatsen te laten zien. En daarom zit er voor in het boek zit een catalogus. En in die catalogus staan paaltjes, boomroosters, bankjes, terrasmeubilair, winkelwagenoverkappingen. En de catalogus is eigenlijk een soort lichtvoetige manier van mij om een opmerking te maken over uitwisselbaarheid en herkenbaarheid. Op een bepaald moment kom ik op een pleintje in Haaksbergen en dan vraag ik me inderdaad letterlijk af, waar kijk ik naar, waarom staat het bankje daar, waar komen die boomrozen vandaan. En ik ging toen googlen en ontdekte onder het woordje straatmeubilair dat er een aantal bedrijven zijn die dat soort dingen leveren. En dan kom je op die websites terecht van die bedrijven en dan ineens ontdek je een hele wereld die je eigenlijk kent. Van al die items die je voortdurend om je heen ziet. Ik krijg natuurlijk wel eens opmerkingen van, nou, je wordt bedankt, want ik kan nooit meer door Nederland rijden zonder dat ik die beelden van jou erbij zie. Ja, dat vind ik dan wel weer geestig.